Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent niet alleen. Wie heb je meegenomen? Ik heb iemand meegenomen. Ik heb jou laatst verteld, ik zwem mee met de Amsterdam City Swimmer. En we gaan dan zwemmen tegen ALS, om eigenlijk geld op te halen om die ziekte te kunnen verslaan. Ik heb een soort van coach, en dat is Petra. En Petra, die was vroeger Olympisch zwemster, toch? Ja, dat klopt. Kan je daar iets over vertellen? Nou, ik heb meegedaan aan wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En dan wil ik ook meteen wel even te zeggen, eind vorig jaar veranderde jouw leven ineens heel erg. Kan je daar iets over vertellen? Ja, rustig. Ja, eind vorig jaar kreeg je te horen dat je ALS hebt. Ja. Best een hele ingrijpende mededeling die je dan krijgt. Ja. Hoe heeft dat impact op jouw leven? Ik ben docent, dus dat is niet handig. Maar ja, ik kan nog wel individuele begeleiding geven aan studenten. Je hebt met name bemerkt aan jouw stem. Ja. Daar zijn jouw spieren, daar begint die ALS. Maar verder, zie jij, loop jij, volgens mij kun je nog wel aardig zwemmen, of niet? Nee, ik kan heel goed zwemmen nog. Dus daar is niks mis mee. Maar ik heb in de rest van mijn spieren ook nog niks. Dat is vooral mijn tong. Ja. Dus de tong heeft fasciculaties, heette dat. En daarom is hij dikker. En Ik denk dat dit al genoeg zegt waarom het zo belangrijk is dat we geld inzamelen voor ALS. Omdat ik ook echt heel erg graag het nu al helemaal, nu ik zo met Petra optrek, geld wil ophalen voor meer onderzoek naar ALS. Omdat we moeten deze rotziekte toch ooit kunnen verslaan. Ja. Dus daarom gaan wij meezwemmen. Ik, Petra, maar ook het Sublime voor Petra team. We hebben een team opgericht met wie we dus met z'n allen op 8 september die grachten ingaan springen. En we willen zoveel mogelijk geld ophalen. Dus mocht je niet meezwemmen, dan kan je ook gewoon doneren. Ga naar de website van de Amsterdam City Swim. Zoek het team Sublime voor Petra op en dan gaan we gewoon echt knallen en dat geld ophalen voor Petra.